als je de hele logistiek bekijkt, is het onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurde. Wij kwamen dus op het Daniel Willinkplein, daar stonden al die trams. Werden we ingeduwd met z'n allen, ingepropt als het ware. Ik had het idee dat ik een crimineel was die bezig was naar de slagbank te worden gevoerd. Angst, pure angst. Ik was bang. En daar stonden de mensen met verrekijkers te kijken hoe de Joden werden weggehaald. Als een foto zitten al die mensen in mijn hoofd. Vernederend op welke manier wij uit Amsterdam zijn verjaagd. Nou, ik heb hier een stapeltje rekeningen bij me die we uit archieven hebben weten te vinden. Deze laatste route. Ze hebben waarschijnlijk nog een glimp kunnen opvangen van het achterhuis hier op de Prinsengracht. Joden, ja. Ja. Tja. Realiseer je dat we nu in de tram zitten die Anne Frank vanaf de gevangenis naar het Centraal Station heeft opgebracht en waarvoor het GVB een rekening heeft gestuurd naar de nazi-bezetter. En dan niet alleen de familie Frank, maar duizenden mensen. Het Joodse leven in deze buurt was over. Dat is nooit meer teruggekomen.